Hoi. Hoi. Hallo. Hoi. Wie ben jij? Ik ben Martine de Wolf en ik ben de voorzitter van de Almanakcommissie. Ik ben Ruben Everts en ik doe de Almanakcommissie. Kikkerskieken. Oh. De Almanakcommissie maakt de almanak van het jaar, oftewel het jaarboek. En dit jaar is het thema Pink is the New Black. En dat betekent dus dat we alle commissies van de hele vereniging gevangenisgerelateerde vragen gaan stellen. Door het hele jaar heen gaan we dus langs alle commissies, lekker bij hun op bezoek. En dan gaan we ze interviewen. En naast die interviews hebben we daar ook allemaal leuke verhaaltjes in. Allemaal omschrijvingen wat dat jaar is gebeurd. Als er een buitenlands reis geweest, staat er ook een hele... heel verhaal van die buitenlandse reis in. Daarnaast staan ook alle leden erin met foto's erbij. En aan het eind van het jaar, misschien wel het leukste moment van de hele Almanakcommissie, dan komt iedereen bij elkaar bij het AOW en dan gaat iedereen erin schrijven. En als het goed is, heb je dus ook je hele boekjes een beetje volstaan met allemaal leuke berichtjes van iedereen hoe leuk het afgelopen jaar was. Als voorzitter zorg ik voor de orde binnen de commissie en ben ik ook als het ware de eindverantwoordelijke. Dus dat betekent dat ik vaak dan wel de puntjes op de i ga zetten. Voordat we een commissie gaan interviewen, kijk ik eventjes de vragen en na de tijd geef ik de taken uit. Nou, naast de penningmeester en de secretaris hebben wij ook schrijvers en designers. Dus we hebben twee mensen op schrijven staan en twee mensen op designen. De rol van een schrijver is na het interview, gaat de schrijver het interview transcriberen. Helemaal uittypen dus. En uiteindelijk er ook een leuk verhaal van maken. Dus de leukste puntjes uit een interview halen. De rol van een designer is dat alles uiteindelijk heel mooi in InDesign wordt gezet. En dat het echt visueel echt helemaal af is. Dat is niet heel vast. Dat staat ook wel, sommige mensen doen af en toe wat meer schrijven, maar die kunnen ook wat designen bijvoorbeeld. Dat staat wel los, maar over het algemeen zijn dat wel de meeste, de grote twee rollenverdelingen. Voor het interview zelf hebben we echt een schema gemaakt. Dus dat betekent niet dat de hele tijd dezelfde persoon een interview moet notuleren. Verder hebben we ook een persoon tijdens het interview die de orde houdt. Wat de Almanakcommissie nou zo leuk maakt, is dat het echt een sociale commissie is. Voornamelijk als je dan nieuw bent bij KIK, dan leer je gelijk de hele vereniging heel goed kennen. Omdat je dus elke commissie dus gaat interviewen en ook daarna eventjes leuk na gaat zitten of een biertje gaat drinken. De mix van mensen leren kennen en designen. Je komt gewoon iedereen, letterlijk iedereen tegen gedurende het jaar. Omdat ik wel echt uit mijn comfortzone wilde treden. Ik wist van mezelf, als ik dan niet bij een studievereniging zou gaan, dat ik dan waarschijnlijk niet zoveel vrienden of contacten zou leggen gelijk in Groningen. KIK was daar wel echt een heel goed idee daar dan voor. Binnen KIK leer je ook heel veel dingen. En ik vind het zelf heel erg leuk om creatief bezig te zijn. En bij KIK kom ik wel echt mijn ei kwijt. Ik ben bij KIK gegaan om mensen te leren kennen. Ik ben nu 2 jaar lid en toen ik hier kwam, toen was ik net nieuw in Groningen, toen kende ik nog niet zo heel veel mensen en ik wou hier mijn netwerk opbouwen. En toen ben ik bij KIK gegaan en dat is toen wel echt veel beter gegaan dan hiervoor. Wat moet ik verder zeggen? Top, merci. Helemaal goed.